Je had een doel gesteld, je hebt dat doel gehaald. Van het begin af aan geloofden jullie erin. Dit is fantastisch. Ja, het vertrouwen zat goed, het gevoel ging goed. En ik weet niet, het klopte allemaal, het paste. Ja. Ook in het stadion vandaag, de sfeer was geweldig. Dit was promotie voor het vrouwenvoetbal. Ja, dit is echt leuk. Dat is een van de doelen die we hebben gezet. Dat we het vrouwenvoetbal willen promoten. En dat is gelukkig gelukt. Ja. Jullie kwamen vandaag voor de eerste keer op achterstand. Wat gaat er dan in jullie om? Ja, dat was even schrikken. In ieder geval, de sfeer werd ook een beetje anders voor het eerst in het team. En dat hebben we nog niet meegemaakt. Maar het is goed dat we het een keer meemaken natuurlijk. Uiteindelijk hebben we de tweede helft heel goed opgepakt. Serena bleef in de rust heel rustig voor ons. Een paar aantal wijzigingen gedaan en daarna klopte het weer. Dus dat was lekker. En hoe gaat het nu voor jou verder? De half september begint de Engelse competitie weer, maar nu eerst vakantie? Ja, ik heb 2 weken vakantie en ga lekker naar Ibiza. Ik weet eigenlijk nog niet, maar in ieder geval lekker chillen.